eerste reactie was, waar komt dit nou vandaan? Ik ben gewoon lekker bezig met het curriculum vormgeven, lekker met de student gezellig samen optrekken. De grootste onderwijsuitdaging is vooral de motivatie, de betrokkenheid om die bij de student te vergroten zelfs nog. Studenten zijn geïsoleerd op een kamertje, opgesloten tussen een viertal muren die op hun afkomen. Ze krijgen heel veel kennis over hun heen. En ik wil vooral dat ze gewoon met elkaar in interactie staan. Dus ik probeerde daarbij zoveel mogelijk interactieve tools erbij te halen. Maar ook daarbij gewoon te prikkelen, te enthousiasmeren. Zodat ze het gevoel hadden van, hey, dit is leuk, dit wil ik volgen. Dit is een zaterdagavondshow waar ik voor kan gaan zitten en even kan ontspannen. Zonder dat het een soort van fun werd. Maar natuurlijk fun, maar dan wel met de hoofdletters fun. Dat het wel educatieve meerwaarde had. Ja, het belangrijkste is vooral complimenteren op de inzet en vooral proactief zijn als docent. Je kan natuurlijk afwachten tot een student met een vraag komt of dat hij met een probleem zit. Maar je kan natuurlijk ook gewoon, zeker ik via de app, veel communiceren met studenten. Dat is een beetje wat ik heb gedaan de afgelopen periode. Gewoon proactief, gewoon vragen hoe gaat het met je en heb je nog iets nodig? Waarmee kan ik je helpen? Wat gaat je goed af? Na corona dan ga ik zeker door met interactief lesgeven, waarbij ze vooraf het stukje kennis op moeten doen aan de hand van feedbackvloeds. En dan tijdens de les is het vooral met behulp van vaardigheden, oefenen in de interactie met elkaar en praten over de inhoud in plaats van inhoud overdragen.